Ik ben Hilde Dont en ik ben leerkracht vijfde leerjaar hier op de basisschool Sint-Horik in Haaltert. Zelfregulerend leren is voor mij zelfstandig leren, zelfstandig opgroeien naar. Ook leren plannen, zowel taken leren plannen, wanneer ze het doen, vooruitkijken. Wekelijks wordt de agenda één keer geschreven op maandag, zodat ze eigenlijk al kunnen zien wanneer hebben we die taken. Ik probeer ook al zoveel mogelijk taken mee te geven. Zodat ze eigenlijk voor zichzelf kunnen uitmaken, op die dag kan ik niet veel werken, dus ik haal een beetje extra werken. Ik werk ook heel veel in groepen, frontaal onderwijs, dat is bij mij praktisch nooit meer. Ze hebben heel veel groepswerk, maar dan ook verschillende soorten groepen. Dan ga je heterogene groepen gebruiken, iemand die goed wiskunde kan met iemand die wat zwakker is. En dat ze eigenlijk elkaar ook leren helpen. Vanuit de school uit wordt dat zeker gestimuleerd. Ik denk aan het drie sporenbeleid in wiskunde. Wij zijn er nog in aan het groeien, maar iedereen ziet daar al voordelen in. En met ons nieuwe leerplan, ons zilleerplan, denk ik moeten wij meer en meer naar die vormen gaan waarbij de kinderen allerlei skills leren hoe zij zelfstandig aan het werk kunnen. Er zijn wel leerlingen die dat moeilijk vinden. Leerlingen die vaak vastgehouden worden. Van thuis uit worden ze nog heel veel begeleid. En die kinderen hebben het er vaak moeilijk mee dat ze plots iets zelfstandig moeten gaan doen. Uiteindelijk is het een beetje durven loslaten. Maar als leerkracht moet je dat wel inzien en kan je hen vaak heel veel hulpmiddelen aanbieden waardoor zij wel het gevoel krijgen van ik kan het. Kinderen zijn vaak heel gemotiveerd als ze op die manier mogen werken, omdat ze het gevoel krijgen van wij mogen wel een beetje kiezen. Natuurlijk in jouw opdrachten verwerk jij wat ze moeten doen, maar kinderen hebben vaak het gevoel van wij mogen zelf dingen doen en elk werkt wel een beetje meer op zijn eigen niveau. Ik laat leerlingen heel veel uitproberen, maar ik observeer ook heel veel. Het is vaak ook een leerproces voor mezelf. Ik vind dat een enorme leuke manier om te werken. Ik sta daar enorm achter. Je bent heel actief bezig, zelfs als leerkracht ook, want je moet vaak nog opzoekingswerk doen. Maar als je op het einde dag van de kinderen hoort, amai, is die dag al voorbij? Dan weet je, ze zijn graag op school geweest.